Van het Carnavalsmuseum gaan we over naar een ander lokaal initiatief. De Beleefkerkrade cadeaukaart. Bij mij aan tafel zitten Jean Nellissen van Evil Schoenen en Lederwaren en Erik Bloem van Augenbroe, schoenmode en schoenreparatie. Ze komen het een en ander uitleggen over deze unieke cadeaukaart voor kerkraden. Heren, goeiedag. Hallo. Hallo. De Beleefkerkrade cadeaukaart. Wat moet ik daar op je voorstellen? Het is een plastic kaart. Ja. Ook online te krijgen. Ja. Ook via een app, dacht ik. Ja. En dat is in principe een kaart voor de lokale ondernemers in Kerkrade en de buitenwijken van Kerkrade te steunen. Dat de mensen hun inkopen en cadeautjes nou voor de dure decembermaand in Kerkrade kopen. En daarvoor is die kaart in het leven geroepen door de gemeente Kerkrade. Goed. Is dus wel een mooi initiatief nodig. Ja, absoluut. Ja. Hey, maar jullie zijn eigenlijk toch ook een beetje con-collega's, of niet? We zijn collega's, concurrenten. Ja, nee, niet en concurrenten. We zijn collega's. Echt collega's. Jij hebt een zaak op de Kipstraat. Ja, in de Kipstraat. En hoe heb je de zaak? In het centrum. In het centrum, in de Orlando Passage. In de Orlando Passage, ja. Maar ja. Vier wisselen schoon met elkaar uit. Ja. Erik deed voor ons reparaties, dus we zijn geen concurrenten. De ouderwetse schoenmaker. En een goeie. En ook in de gediplomeerde. Ja? Ja. Is dat nou ook zo? Het is niet alleen een moeilijk vak, maar is ook heel moeilijk te vinden, hè? Goede schoenmakers. Ja, die zijn inderdaad heel dun gezaaid. Ik zit als enige nog in Kerkrade en omstreken. Er zit nergens meer wat, helaas. Ja, en als ik niet echt langs loop, langs de Orlando Passage, dan zie ik van Bommel. Dan zie ik allemaal echte merkenschoenen. Ja, voor jou bij eigen zaak een modische zaak. Comfortschoenen, maar ook modische comfortschoenen. En voor hebben dan Shop & Shop van Gaber, Shop & Shop van Bommel. Dus Floris van Bommel heb ik ook gezien. Floris van Bommel, ook van gewoon van Bommel. Ja. En proberen dat een beetje de mode te volgen. Wie is dat nu tot stand gekomen, die cadeaukaart voor Kerkrade? Die cadeaukaart is eigen initiatief voor de ergozaak van de gemeente Kerkrade. Dus eigenlijk samenwerking met lokale ondernemers. Zowel in de wijken als in het centrum. Dit is natuurlijk ook een leuk cadeau voor cadeau te doen aan degene... Die mensen kunnen gewoon eens een keer een leuk cadeau kopen voor iemand anders. Ja. Onder de kerstboom leggen, een Sinterklaas cadeautje, koop een cadeaukaart voor Kerkrade. Voor Kerkrade in de komende tijd is het natuurlijk heel erg bijzonder. En vooral voor de ondernemers van Kerkrade. Ja, is het belangrijk, denk je, voor de ondernemers? Ja, ik denk het wel. Tegenwoordig met allerlei online shoppen wat tegenwoordig wordt gedaan, worden de ondernemers in Kerkrade ook wel vergeten. En mensen klagen wel dat er geen ondernemers in Kerkrade zijn, maar ze gaan er wel massaal online shoppen. Ja, ja. En dat is natuurlijk, op die manier hopen we dat ze dan inderdaad ik denk dat het voordelen kan opleveren voor jullie als ondernemer om zo'n cadeaukaart te kopen. Ja. Tuurlijk. Hoe kan ik zien als consument welke winkels dat er meedoen? Op de website van Beleef Kerkrade. Daar staan alle ondernemers die, het zijn tot nu toe een 70-tal ondernemers die meedoen. En die staan er dan allemaal op vermeld met naam en adres waar ze de kaart kunnen inleveren. En jullie hebben iets van een poster of zo ophangen? Of? Die komt nog. Oh, een vignet? Er zou een sticker komen dat de mensen weten inderdaad waar ze de kaart kunnen kopen en waar ze de kaarten kunnen inleveren. Dus waar de mensen meedoen, waar ze met de kaart kunnen betalen. Ja, is dit een initiatief van de gemeente of ook van jullie? Nee. Samenwerking. De gemeente is ermee gekomen en heeft de ondernemers gevraagd wie mee wil doen. Ja, de gemeente geeft ook het goede voorbeeld door al de kaarten te kopen voor haar personeel. Ja. Oh, fantastisch. Er zijn al heel veel kaarten dadelijk in omloop en er worden nog bedrijven en organisaties, groot en klein, die worden benaderd de komende tijd voor ook de cadeaukaart aan te schaffen. En die cadeau te doen aan hun personeel of de relaties natuurlijk van hun. Hè. En ik kan die dan volgens jullie krijgen op de website? Ja. En ik kan hem krijgen bij verschillende zaken in Kerkrade en buiten Kerkrade. Kerkrade, Spijkerterheide, Ter Winselen, er zitten overal verkooppunten. Ikzelf ben een verkooppunt voor Bleierheide hier. In Kerkrade Centrum, daar zit Deurenberg, die is een verkooppunt voor Kerkrade Centrum. En ze zitten in ieder week wel een verkooppunt. Ja, ik lees hier toevallig Juvelix in de Orlando Passage. Ja. Tabakzaak Meertens.
Primera aan Carbonplein, Tabakzaak meer is in de Zonstraat, dat is in Chevremont, als ik me niet vergis. Ja. En bij Augeboe en bij Steiling Tamara. Ja, dat is Pekkelsrijden, is dat die Tamara. In de Piersstraat. Ja. Zijn er nog andere ondernemers die nu dit programma zien en zeggen van, hoe kunnen wij nog meedoen? Die kunnen zich gewoon aanmelden daarop via de website. Daar staat een link bij en daar kun je dan aanmelden. Als ze mee willen doen als ondernemer voor ook de kaarten accepteren. Je bent eigenlijk dom als je niet meedoet, want er liggen een heleboel, er wordt een heleboel aan kaarten gekocht. Als ik al hoor dat de gemeente zo'n kaart koopt voor het personeel voor Kerstmis. En neem maar aan andere grote instellingen en bedrijven ook, dus die willen het geld ook uitgeven in Kerkrade. En dan zou je gek zijn als je niet meedoet natuurlijk. Fantastisch. En hij is op te waarderen van 5 euro tot 50 euro. Dus 50 euro is het maximale wat je erop kunt zetten, maar het hoeft niet altijd in één keer gebruikt te worden. Het is gewoon, het wordt gewoon afgeschreven van de kaart. Ja. Dus dat, het is een heel mooi, makkelijk systeem om ondernemers in Kerkrade een ruggensteuntje te geven. Dat is perfect geformuleerd. Ja. Ja. John Ellissen en meneer Bloem. Hoop. Van Augenbroek. Ja. Fijn dat jullie even aan tafel kwamen hier in dat prachtige museum. Ja. Waren jullie al eens hier geweest? Ja vaker. Oh, als buurman zijn. Thuiswedstrijd. Dankjewel. Fijn dat u even mocht uitleggen. Dankjewel.